Hoi, ik ben Bianca en leuk dat je kijkt naar de 30 dagen challenge. Ik doe een 30 dagen challenge, dat hebben jullie in de vooraankondiging al kunnen zien. Dat ik ben uitgedaagd door Janneke om 30 dagen te gaan bullet journalen. En een klein stukje van waar dat nou vandaan komt. Ik heb in mijn vlogs ook al laten weten dat ik sinds kort bekend ben geraakt met het bullet journalen en eigenlijk wel heel enthousiast ben geraakt over het bullet journalen. En hoe dat komt, dat kun je dus in mijn vlogs terugkijken. En Janneke en nog een aantal andere YouTubers en ik, die hebben dus onderling ook contact. Niet specifiek alleen over YouTube, maar ook gewoon over ons leven. Maar daar had ik dat natuurlijk gedeeld. Van, ik heb een nieuwe hobby en nou, leuk, leuk, leuk. En zodoende zei Janneke, zullen we dan samen de 30 dagen bullet journal challenge doen. Superleuk! Dus dat gaan we doen. En inmiddels is helemaal Ronald ook aangesloten, heb ik begrepen. Dus ook op zijn kanaal kun je dit allemaal terugzien. En vandaag is dag 1. Ik ga iedere dag een stukje opnemen over de pagina die ik die dag heb gemaakt. Of ga maken samen met jullie live. Dat zal een beetje verschillen. De ene keer heb ik hem al gemaakt en laat ik hem jullie zien. De andere keer gaan we hem samen maken. En dan neem ik jullie mee in dat hele proces. Dit is de pagina die ik vandaag heb gemaakt. Het begin van de 30 dagen challenge. Ik ga hem jullie even wat beter laten zien. Zoals jullie hier kunnen zien, is dit mijn eerste pagina. Waarin ik hier in het midden eigenlijk een plaatje van Pinterest heb gehaald over wat het inhoudt. De washi tape komt van de Action. Dit plaatje heb ik ook van Pinterest gehaald. Dit zijn van die blokken met papiertjes erin. Die heb ik ook van de Action. Eigenlijk komt alles van de Action. Behalve dit zwarte papier. Die had mijn moeder nog in haar laadjes liggen. Dus die heb ik van haar gekregen. De pen waar ik hiermee heb geschreven, dat is deze pen. Van Pentouch. En deze pen waar ik mee geschreven heb is een fineliner. En dat doe ik met Micron pennen. Waarmee ik dit heb gemaakt. En hier kan ik dus nu ook gaan opschrijven mijn eerste pagina die ik heb gemaakt is de introductiepagina. En zo wil ik dus iedere op deze pagina ga ik hier bij al die nummertjes ga ik schrijven wat voor pagina ik heb gemaakt. Op naar morgen. Welkom bij dag 2 van de 30 dagen bullet journal challenge. En eigenlijk is het 31 dagen, hè, jongens, want we doen dit in oktober en oktober heeft 31 dagen. En mijn tweede pagina is de monthly pagina van oktober en die ziet er bij mij zo uit. Ik heb deze op deze manier gemaakt. Ik heb hier een kalendertje gemaakt van oktober met de dagen waarin ik kan aanstrepen welke dagen voor mij belangrijk zijn. Vandaag was een belangrijke dag, want ik moest naar het ziekenhuis. Nou ja, hè, dat kan ik hier allemaal in kwijt. Alles weer van de Action. Behalve dit papier heb ik van mama gekregen, net zoals het zwarte papier wat je hiervoor zag. Het plaatje heb ik weer van internet, achteraf een beetje te donker dat Hello Oktober misschien. Maar ik vond het leuk in het geheel passen. Deze papiertjes komen weer uit een blok. En ook deze stempel, kijk nou. Ik vond hem zo schattig. En naast dat ik mijn pagina van vandaag wilde laten zien, wil ik jullie nog even wat laten zien, want kijk eens.
this is going on. Ik heb dat van iemand overgekocht en ben nu even aan het uitzoeken wat er allemaal in zit. Maar er komen mooie dingen aan. Tot morgen. Dag 3 van de 30 dagen, 31 dagen, Bullet Journal Challenge. Vandaag staat er op de planning om een tracker te maken. Je hebt verschillende trackers. En daarin kun je eigenlijk dingen bijhouden die je dagelijks zou willen bijhouden. De bekendste daarvan is denk ik de Mood Tracker. En dat is een tracker waarin je bijhoudt hoe je je voelt. En dan kun je zelf een legenda bijmaken waarin je aangeeft... Wat is. En ik wil eigenlijk niet te veel opties. Ik wil gewoon blij, verdrietig, minder goed, zoiets gaan doen. En dat wil ik natuurlijk wel een beetje in de herfstsfeer houden. Dus ik probeer een blad te maken. En dan ga ik jullie even laten zien wat mijn inspiratie is. Dat is Pinterest. En in dit geval... Dit blad wil ik gaan namaken. Met daarbij Mood Tracker en daar de legenda. Iets anders dan dat hij hier is, maar wel geïnspireerd hierop. En ik zou zeggen, kijk met me mee hoe ik dat doe. Klein stukje kunnen meekijken hoe ik mijn mood tracker heb gemaakt. Dit is hem uiteindelijk geworden. Iets minder uitbundig dan mijn andere pagina's, maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om het gewoon een keertje een beetje wat rustiger te houden. Ik wacht even tot het gedroogd is, dan ga ik het potlood even uitgummen en dan zie ik jullie morgen weer. En alweer dag 4 van de 30 dagen challenge. 31 dagen. Oh, ik blijf dat zeggen. Maar goed. Vandaag heb ik een daily page gemaakt. Van vandaag, van 4 oktober. En ik ga hem jullie even laten zien. Dit is hem. Kijk, dit is de chaos die het bullet journalen met zich meebrengt. Maar dit is de pagina geworden. Ik ben er best wel heel erg blij mee. Ik heb... uit het mooie boek van de Flow dit papier gescheurd. En dat heb ik gebruikt als een soort achtergrond. Deze komt ook uit dat boek. En daar heb ik met een witte pen, deze pen, een 4 opgeschreven. Hier heb ik geprobeerd een beetje te handletteren. Washi tapejes gebruikt van het pakket wat ik van dat skimaatje heb gekregen. Deze heb ik van Pinterest gehaald en uitgeprint. Deze sticker komt ook uit het boek. Dit plaatje heb ik uitgeprint. Dit is hetzelfde washi tapeje. Dit washi tapeje zat ook in dat pakket. En hier, deze heb ik ook uit de flow geknipt. En hier heb ik een beetje opgeschreven hoe mijn eerste week oktober was. En dat is dus mijn daily page. Morgen weer een nieuwe. Welkom bij dag 5 van de Bullet Journal Challenge. En zoals jullie in mijn vlog gaan zien, want die komt morgen online, is dit eigenlijk al dag 6. Maar was ik onverwachts door leuke omstandigheden gisteren heel laat thuis en kon hem niet meer opnemen. En deze dag staat in het teken van een mislukte pagina, want ik heb nu gemerkt dat dat ook kan. En dat ga ik jullie ook gewoon laten zien. Ik wilde een weekly page maken. En ik had daar een leuk formatje voor opgezocht op Pinterest. En dat ziet er dan een beetje zo uit. En dan had ik hier week 41 geschreven. Maar je ziet dat ik dat ook nog met potlood heb geschreven.
En dan wilde ik dit washi-tapeje eroverheen, want het schijnt zo leuk door. Maar ik wilde eerst even kijken of het paste. Nou, dat past. Normaal gesproken kan je washi-tapeje dan weer lostrekken, maar je ziet het hier al. Dat ging niet goed. Dus heb ik het moeten laten zitten, waardoor ik dat potlood niet meer kon uitgummen. Toen heb ik hier de dagen van de week en notities. En dat zit allemaal schots en scheef. Geen enkele blok is... Ja, ze zijn wel redelijk gelijk, maar die puntjes komen niet uit. Ik ben overal aan het bibberen gegaan. Ik heb het niet met een geodriehoek gedaan. Dit is eigenlijk veel te dun voor hier. Ik wil er een oranje thema van maken. Wat ik nog wel ga doen is deze stickertjes bij iedere dag plakken. En dan ga ik jullie daar dadelijk even het eindresultaat van laten zien. Om te kijken of dat nog een beetje de boel opknapt. Nou, dit is het verhaal met de stickertjes. Het ziet er wel iets gezelliger uit, vind ik. Maar of het het nou helemaal heeft opgeknapt, ik weet het niet. In ieder geval, dit is mijn weekly pagina van week 41. En dus dag 5 van de challenge. Op naar morgen. Dag 6 van de Bullet Journal Challenge. En tevens de laatste van deze video. Is iets met washi tape. En ik moet zeggen, ik ben er best trots op. Het was koleren veel werk. Als ik het even zo mag zeggen. En je ziet, het is niet overal even goed gegaan qua verhoudingen. Het zouden nagellakpotjes moeten zijn. Tenminste zo... Was het op het idee. Het zijn bij mij iets. Ja, ik weet niet wat het geworden zijn. Maar ik vind het er wel leuk uitzien. En hij is bedoeld om al je washi tapejes te swatchen. Want dan staat er ook nog bij washi tape swatch. Maar ik heb zoveel gekregen dat dat niet lukte. Dus ik heb gewoon een leuk assortiment uitgekozen om hier mee te vullen. Ik ben er super blij mee. Op naar volgende week.